Achter mij is op dit moment de legal session aan de gang. Hiermee krijgen de vluchtelingen die hier in Ely wonen in ons community center begeleiding en hulp bij vragen die ze hebben over het registreren of over de gevaren van trafficking. Vandaag is er een advocaat die uitlegt wat de mensen moeten doen en vooral is er heel veel ruimte voor de mensen om vragen te stellen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat mensen hun registratie krijgen, maar ook kunnen voorkomen dat hun kinderen gevaar lopen door geweld of door misbruik. Dat is belangrijk omdat de mensen na een jaar hier in Libanon een boete kunnen krijgen. En die boetes lopen op. Het geld om te betalen hebben ze niet, want de mensen mogen niet werken. Goed, met het community center proberen we de mensen weer op pad te helpen. En te zorgen dat ze een stevige basis hebben om hier in Libanon een plek te vinden.